for Bernadoro. Golden State Warriors NBA kampioen. En milieuwinnaar bezoeken reservaat. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Niet iedereen gaat verantwoordelijk om met vuil. Dagelijks zien we nog heel veel vuil op straat. Lions Club Para helpt de bewoners van Bernadorp alvast in de goede richting. Nee, niet jij. Dagelijks komen medewerkers van het districtscommissariaat van Para hier om de rommel op te ruimen. Doordat de bak heel laag is, trekken honden de zakken leeg. Maar dat is niet het enige probleem. Sommige bewoners doen hun vuil niet eerst in een vuilniszak, maar gooien het gewoon zo in de bak. Ik vind dat ze gewoon lui zijn of vies. Want sommige mensen, er is een tonvlag, dat toch gooien ze het naast ton. Hoe kan dat? Daar ben je toch lui? Ze moeten wachten totdat ze thuis zijn en in hun ton gooien. Want als ze het ergens gooien, houden ze hun milieu niet schoon. Het kan veel dingen oorzaken. Er kunnen dingen voor stopzetten dat hele gebied onder water kan zitten. We hebben dus een slogan. En in dit verband is ons slogan is dan een schone omgeving. Zorg voor een gezond milieu. En een gezond milieu begint bij jezelf. Voor wat betreft de bewustwording is het ook de bedoeling dat er vanuit de scholen, dus een onderdeel van hun lespakket zou daaruit moeten bestaan. Dus dat ze de kinderen, maar niet alleen de scholen, ouders ook thuis. Want ook die hebben die opvoedende taak om die kinderen en zichzelf aan te leren dat je verantwoord moet omgaan met het vuil. Doordat er steeds meer bewoners komen is de bak ondertussen ook te klein geworden. De organisatie zal deze week daarom een grotere vuilkorf doneren. Deze bak is 133 centimeter hoog en kan veel meer vuil opslaan. Je moet niet alleen blijven bij die nieuwe vuilbak, maar jullie moeten ook gaan begrijpen dat je dus op een verantwoorde manier met je vuil moet omgaan. Als je vuil hebt, toch, dan moet je ervoor zorgen, want vuil is vies en kan ook gevaarlijk zijn. Dus zorg ervoor dat je op zijn minst een zakje bij je hebt, het daarin die zak zet en niet zomaar ergens wegsmijt. Als je het ergens naar een vuilnisstond brengt of een vuilkorf en die zou vol zijn, dan weet je dat je het niet ergens gewoon op de grond moet plaatsen. Maar je moet desnoods even gaan zoeken naar een andere plaats waar je het wel, een goede vuilstortplaats waar je het kan zetten. Als er een politieagent, je ziet dat je vuil zomaar op de grond gooit, moet je boete betalen. Dat vind ik. De komende dagen worden de laatste werkzaamheden verricht aan de grote vuilkorf. Dit weekend wordt de grote vuilkorf geplaatst in Bernadorp. Activiteiten om mensen bewuster te maken hoe om te gaan met vuil worden voorgezet. Neymar duurste speler ter wereld, 7 verdachten aangehouden voor aanslag in Londen en Golden State Warriors, NBA kampioen. Het is nu tijd voor onze korte nieuwsberichten. Voor de tweede keer in 3 jaar tijd is de Golden State Warriors basketbalkampioen van Amerika. Onder veel belangstelling haalde de ploeg van Steph Curry de titel in de NBA binnen. De Warriors speelden gisteren tegen Cleveland Cavaliers in hun eigen Oracle Arena en won met 129 tegen 120. In de afgelopen 2 seizoenen stonden de 2 teams eerder tegenover elkaar in de strijd om de titel te winnen. Met enkel 1 nederlaag wist Golden State de titel van dit jaar overtuigend te pakken. Het is de 5e NBA-titel in de clubgeschiedenis van Golden State. Vorig jaar ging de titel naar Cleveland. Voetballer Neymar van FC Barcelona is uitgeroepen tot duurste speler ter wereld. Een voetbalonderzoekinstituut van Voetbaldata analyseerde bijna 2000 transfers en konden aan de hand hiervan de marktwaarde van de spelers berekenen. De gegevens die een belangrijke rol speelden bij de berekening hiervan waren onder andere de prestatie van de spelers en clubs, de internationale status, contractsduur, leeftijd en positie. Het instituut heeft berekend dat Neymar een waarde heeft van maar liefst 210,7 miljoen euro. Omgerekend is dat meer dan 1,5 miljard SRD. Neymar staat zodoende aan top van de lijst. Een andere bekende voetbalspeler van Barcelona, Lionel Messi, staat op de 4e plek met een waarde van 151,7 miljoen euro.
Cristiano Ronaldo haalde nog net niet de top 10. Hij staat op de 11e plek met de waarde van 112,4 miljoen euro. Drie mensen kwamen de vorige week om tijdens een aanslag op de London Bridge. Zij werden doodgereden. Nadien werden nog 5 mensen van hun leven beroofd in de uitgangswijk dat in de buurt lag van de aanslagplaats. Ook vielen er tientallen gewonden. De politie heeft 3 daders meteen na de aanslag doodgeschoten. Al gauw zijn 6 verdachten aangehouden. Deze zitten nog steeds vast omdat de politie bezig is met het onderzoek. Ondertussen is er een 7e verdachte opgepakt. Het gaat hier om een 19-jarige man die wordt verdacht van het voorbereiden of aanzetten tot terroristische actie. De verdachte is in hechtenis genomen op het politiebureau en zijn woning wordt onderzocht, aldus de politie van Londen. Ondertussen zijn 12 andere personen verhoord en op vrije voeten gelaten. Carla Weilog is een Mexicaanse bergklimmer die de hoogste 7 tops in de wereld heeft beklommen. Zij houdt zich bezig met het milieu en daarom heeft zij een wedstrijd georganiseerd. Winnaars van deze wedstrijd mochten de El Triunfo Biosfeerreservaat bezoeken. In Wadada Nieuws voor Kids, hier meer over. Hicieron una convocatoria, el municipio y tu asociación de Carla Huilo. Nos dice que tenemos que resolver una problemática ambiental a través de un proyecto. En nuestra escuela, nuestra problemática eran las botellas de PET en el suelo y las taparroscas se entierran en la tierra. Esto evitaba que los árboles crecieran como normalmente lo hacen. Entonces decidimos empezar con el proyecto de reciclado de PET. Mi proyecto se basó en el rescate de las plantas medicinales. Nos dimos cuenta de la problemática que hay, que no todos son medicinas, no todo es doctor, sino se está olvidando una tradición y una cultura que nuestros antepasados nos están dejando. Nuestro proyecto se llama Formación de Líderes Ambientales, Reciclaje de Papel y de Material Metálico. Y encontramos las problemáticas fuertes. El material metálico que se da en la escuela en exceso, que solamente contamina, y el papel excesivo que hay en cada salón. Lo que más me ha gustado de estar en el triunfo es la fauna, la flora. Vi el quetzal, el búho y vi unas ranas. Es algo hermoso el ver la felicidad que se vive en un bosque templado, un bosque de niebla. Los animales no están en un zoológico y te das cuenta que hay varios que están en peligro de extinción. La naturaleza nos enseña de una forma tan inconsciente, pero tan profunda, que es increíble. El triunfo para mí realmente significa muchas cosas, además de poder observar la gran diversidad que existe. Significa también poder observarme, tener ese espacio para mí, para conectarme con lo que casi no nos conectamos. Es algo increíble. Significa mucho, ya que le tengo un gran amor a la naturaleza. A veces no sabemos el daño que causamos con nuestros consumos innecesarios. Veo que si aquí se puede estar limpio, también en mi comunidad se puede estar más limpio. Yo diría que persigan sus sueños, ayuden al planeta, sean quienes son, no se oculten. Vamos a resolver todas esas problemáticas que el mundo necesita que se resuelvan. Aprovechen las oportunidades que tienen. Carla nos comentaba en una junta que a quien mucho se le da, mucho se le pide. Porque creo que siempre hay que tener un impulso más. En dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!